De meeste mensen kijken natuurlijk naar Temptation Island voor de juice. Maar bij jullie weinig juice, hè? Ja, nou ja, mensen dachten natuurlijk dat het wel vrij spannend zou gaan worden. Ja. Maar kopje erbij, hè? Nu ga ik eindelijk kunnen vragen, want die vraag die brandt op mijn lipjes al heel lang. Waarom in godsnaam doe je mee aan zo'n programma? Waarom wil je voor miljoenen kijkers je relatie testen? Ja, dat vroegen wij onszelf eens ook af, hoor. Ja. Kreeg je veel centjes? Nee, absoluut niet. Kijk, wij zijn natuurlijk een paar keer benaderd voor Temptation Island. En deze keer hebben wij onszelf opgegeven. Want we hadden nu zoiets van, heel veel mensen verklaren ons inderdaad voor gek. Maar aan de ene kant is het ook wel iets heel moois om te kijken ja, hoe je relatie nou eigenlijk in elkaar steekt. Kijk, we wisten natuurlijk van tevoren dat het ook fout zou kunnen gaan. Ja, daar hebben we goed over nagedacht en we zijn gewoon echt heel blij dat het zo uitgepakt heeft. Sommige mensen klaren ons voor gek, maar het is natuurlijk ook wel heel fijn om te weten van hoe gaat het in zijn werk en hoe gedraagt zich dan. Dus, het heeft goed uitgepakt, want er komen geloof ik mijn eigen serie nu toch bij Videoland? Nou, daar weet ik niks over. Daar weet je meer dan ik. Ja, daar weet je meer dan ik. Ideeën zijn om misschien een show te maken, want jullie gaan natuurlijk trouwen. Dat levert fantastische televisie op, toch? Nou, René heeft wel leuke reacties gehad, maar over een serie weten wij niks, hoor. Nee, ik heb alleen reacties van mensen gehad. En ze zeiden van, nou, we vinden jullie zo leuk en we zouden wel een vervolg willen. Maar Videoland heeft ons helaas nog niet benaderd. Peter van der Vorst staat daar, die komt daar toevallig aanlopen. Wacht even, vraag het dan maar zo. Peter, een eigen reality-serie voor hen? Dan moeten we elkaar nog iets beter leren kennen, maar, maar wie weet, moment. Wie weet. Dit is altijd het moment. De standaard antwoord, wie weet, daar moeten we zo over praten. Ja. 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 Ik heb nieuws te pakken, we gaan erover praten. Ja, we horen het. Wie weet wil Peter een keer een koffietje met ons drinken. Ik zit wel na te denken. Hè? Ik bedoel, nu ben je natuurlijk voor dat miljoenenpubliek te zien geweest. Ik kan me voorstellen dat de verleiding daarna alleen maar groter wordt, omdat je ook allemaal reacties krijgt in je DM van mensen die toch denken van, hè? Ja, dat klopt, maar je moet gewoon weer je kopje erbij houden en als je dat gewoon goed doet. Kijk, een leuk praatje kan altijd, maar je moet gewoon niet te ver gaan. En is jij stiekem mee? Nee, absoluut niet. Kijk, weet je, ik weet gewoon waar mijn grenzen liggen en René weet dat ook heel goed voor zichzelf. En dat stukje vertrouwen, dat heeft hij echt wel bewezen op Temptation Island en ik denk ik ook. Wij kennen elkaar supergoed en ik heb ook zoiets van, en René denk ik ook, als je wat wilt doen, dan doe je dat lekker, weet je. Je komt er vanzelf wel achter en wij vertrouwen elkaar gewoon en je moet gewoon lekker je ding kunnen doen, toch? Tot zekere hoogte. Altijd samen? 100%. Ja? Tuurlijk.